De politieke partij AWOP zal ook onderzoeken wie de handgranaten op het erf van journalist Jason Pinas heeft geplaatst. Dit laat vicepresident Ronnie Brunswijk weten na afloop van een vergadering van prominente AWOP-leden. Het is volgens de vicepresident noodzakelijk. Volgens Brunswijk zijn er onruststokers die scenario's omtrent de zaak van de journalist trachten te maken. Ik zeg het ook hier. Ik heb alle video's bekeken. Daarom ben ik voorstander dat de Surinaamse gemeenschap die video vrijkrijgt. Dat ze ook kunnen zien dat niemand is mishandeld. Ja? Elke handeling keur ik af. Ja? Wat op dat moment gebeurt is geen enkele geweldgebruik die niet noodzakelijk was op dat moment. Alleen de telefoon afpakt en men zegt dat mocht niet. Oké, dat mocht niet. Maar dat Pinas is mishandeld, geschopt, getrapt. Heb ik gedacht, nee, dat is niet gebeurd. Maar wij hebben, althans heeft geen enkele probleem met hem. Daarna heb ik ook met hem gebeld, we hebben gesproken. Ik dacht, man, joh, de man om mishandeling, ik was ook daar toch. We hebben gesproken. Ja, en voor mij was die zaak al afgedaan. Brunswijk geeft verder aan niet te groot te zijn om zijn verontschuldigingen aan te bieden in de spraakmakende zaak tussen de journalist Pinas en zijn lijfwachten. De vicepresident, die de beelden al heeft gezien, is voorstander van het vrijgeven van deze beelden. Volgens de vicepresident kan de samenleving dan een conclusie trekken. Hij blijft erbij dat Pinas niet mishandeld is geworden. Het moet helemaal uitgezocht worden, klaarheid brengen in de zaak. Want dit is een hele scenario. Weet je hoe gevaarlijk een handgranaat? Zo heb je twee. Als zoiets bijvoorbeeld daar voor de deur van die man tot ontploffing komt. Weet je wat voor schade, wat voor asfaltje of wat voor ellende dat zou kunnen brengen. En dit moet mag ook geen grappen hiermee. Ik ben in de samenleving, ik ben vicepresident. Voor het hele land, niet voor mij alleen, maar voor het hele land. En dit kunnen we niet accepteren. Op dinsdag 11 januari aanstaande gaat de zaak van het Openbaar Ministerie tegen de lijfwachten van de vicepresident voor bij de rechter van het Tweede Kanton.